Judith, ik wil alles weten wat jij weet over Teams. En de reden waarom ik dat zeg, is omdat het is een soort woord van het jaar. En het jaar stopt maar niet. Er is zoveel over Teams. Teams overal, weet je, binnen corporaties. Teams in de sport, Teams in de politiek. Alles is Teams, lijkt wel. Ja, klopt. Ja. Wat is het wat voor is een nieuwe fase? Waar zijn wij beland? Ja, nou ja, je zou zeggen, alles is ook Teams, toch? We doen alles met mensen samen, dus het is toch een heel erg belangrijk onderdeel van alle organisaties die je kent, zeg maar. Daar werken teams. En het thema om daar meer uit te halen of het beter te laten werken samen, dat lijkt me een heel actueel thema eigenlijk altijd. Ja. Maar op dit moment zeker ook. Ja. Ja. Wat ik altijd hoor van mensen die getrouwd zijn, is het is heel ingewikkeld, het puzzel van twee. En dat klopt ook wel. Ja. Maar hoe zou een team, ja, als al twee ingewikkeld was en die willen een relatie, ja, hebben wij te maken met teams op, ja, de werkvloer, ongeacht, ja, waar ze zijn. Ja, precies. En die mensen hebben niks met elkaar totdat ze samen moeten werken. Ja, klopt. Prestatie moeten leveren, input moeten geven. Ja. Dus is het wel überhaupt realistisch om te denken dat wij teams ooit succesvol of goed of werkend of blakend kunnen maken? Zeker, dat is helemaal niet overdreven idealistisch. Nee, helemaal niet. Nee, je kunt echt ieder team kun je goed laten werken en goed laten draaien. Het is precies wat jij zegt. Het is al ingewikkeld om een relatie met één persoon te hebben. Laat staan dat je een relatie met 10 mensen hebt of zo. Ja. Sommige teams zijn 30 man groot. Vinden we helemaal geen probleem. Dat noemen we dan één team dat moet met elkaar samenwerken. Ja. Dat is behoorlijk ingewikkeld. Je kunt daar, er is heel ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Je kunt daar heel goed sturing, coaching, leiding aan geven. Maar het is wel zoiets als zelfsturende teams, hebben we dan in Nederland veel, noemen we dat dan in één keer, hè? Dat is een modewoord. Ja, maar als je daar dus niet de mensen de gelegenheid geeft om te leren hoe dat nou precies werkt, dan weten ze dat dus in feite niet. En dan gaan we dat dus gewoon uitproberen. Nou, ja. En dan gaan er vaak ook niet altijd, maar dan gaan er wel vaak dingen mis. Als je dat dus optimaler kunt laten draaien, voelt iedereen zich prettiger, maar ook blijven mensen langer en halen we de resultaten die we willen halen. Dat zal ook vanuit de sport, hè, want coaching komt eigenlijk uit de sportwereld. Topsporters hebben een coach en die coach die motiveert hen om het beste uit henzelf te halen. Ja. Die gaat met hen aan de gang. Hè? Het is wel de ownership van die persoon. Als die geen talent heeft, dan kan ik je ook geen topvoetballer maken. Uiteraard. Maar ik kan wel leren, ik kan die persoon tools geven, ik kan hem leren hoe die meer uit zichzelf kan halen. Ik kan observeren en dan spiegelen naar die persoon wat hij wel en wat hij niet goed doet. Een schaats, Marianne Timmer, aantal schaatstoppers. Die gezien hebben hoe dat moet, hoe je de training moet opbouwen, hoe je daar adviezen in kunt geven. Precies hetzelfde kun je dus ook voor zakelijke teams doen. Nu heb je het natuurlijk wel over de individu. Dat begrijp ik wel. Mensen werken dan, maar mensen komen in teams. En ineens moet je natuurlijk wel jezelf aanpassen. Ja, zeker. Ineens moet je wel aan de grote groep denken en niet aan jezelf als individu. Zeker. Ineens moet je natuurlijk wel de credits die er zijn ook delen met de ander. Ook dat. En weet je, je kan niet zeggen, nou ik heb er genoeg van, tot ziens. Je moet altijd wel bereid zijn om jezelf een beetje te offeren voor het doel van het team. Ja, maar nu komt klopt. Het. Zijn dit wel dingen die mensen uit zichzelf kunnen doen? Of uit zichzelf doen? Ja, ik dacht ik hou hem nog even bij kunnen. Maar is dat team zo geformuleerd, is dat eigenlijk wel een natuurlijk iets waar wij goed in gedijen? Of is dat al het probleem? Ik hoor je. Is dat er al een probleem? Nou ja, dat is wel een hele goede manier om het te bekijken. Mensen zijn vrij solistisch aangelegd, hè? Dus zijn wij echte teambeesten? Nou, dat valt best tegen, inderdaad. Dus van nature inderdaad iemand iets gunnen. Helemaal dat van nature doen. Je hebt zeker mensen die dat echt doen. Hè? Dat ze voelen dat dat voor hen ook heel waardevol kan zijn. En daar zit hem dat dus ook. Ja. Maar nee, ik denk dat we dat van nature niet doen. En die voetballers, die moeten dus individueel worden begeleid om daar een team van te maken. Ja, individueel worden begeleid om een topvoetballer te zijn, maar dan vervolgens in een team worden begeleid om er een team
topteam van te maken. Ja. Anders krijg je dat niet voor elkaar. Nee. Je bent net zo goed als wat je team is. Zeker. Alleen je kunt niks alleen. Nee. Dat is het. Ik denk dat dat is gewoon fundamenteel. Ik vind het in alles. Alleen ben je zo miniem en je maakt zo weinig impact. Ja. Dus met dat team kan je natuurlijk wel veel meer bereiken. Dus je moet daar ook naartoe. En daarom organiseren organisaties dat dus ook zo. Dan komen de teams wel aan bod. Dus dan hebben wij eigenlijk bepaald dat dat team er moet zijn. Ja. Maar het is inderdaad niet organisch ontstaan. We waren elkaar niet gaan zoeken omdat we nou zo fijn met elkaar gingen samenwerken. En wij willen samen iets neerzetten. Dat is niet dat willen we in het begin nog niet. Nee. Dat moet dus groeien. Ja, precies. En hoe zorgen wij, want wij komen meteen bij dat kernwoord weer groei. Hoe zorgen wij dat dat teams eigenlijk wel de neus zal kant op hebben en ook denken, wij gaan ervoor. En dat ze struikelen onderweg is niet zo erg. Nee, helemaal niet. Want als deze mensen individueel opgeleid zijn om te begrijpen dat struikelen onderdeel van het proces is. Ja, precies. Is dat oké? Ja, zeker. Dat is zeker oké. Maar waarom zijn er zoveel teams die niet goed presteren? Waarom lopen mensen weg? Worden mensen ongelukkig? Begint iemand te huilen of voelt iemand zich niet gezien? Wat zouden we moeten doen, wat we niet doen, Judith? Nou, je moet echt, vind ik, als er op het moment dat er een uitdaging is en iemand dus denkt van, dit loopt niet lekker, zo komen ze bij ons binnen. Er is gedoe in het team, hè? Dat is dan wat iemand zegt. Ja. Dan moet je dus eerst goed kijken, met de mensen praten over wat er nou precies aan de hand is. Wat wij dan doen is, kom je binnen, het hele team zit daar, die zijn nog een beetje met elkaar aan het babbelen. Je kijkt al hoe dat gaat, hè? Dus je bent al meteen aware van, wat speelt er? Je hebt van tevoren misschien met de leidinggevende gesproken, die heeft daar een hele grote impact op. Mm-hmm. Het kan heel goed iets met de leidinggevende te maken hebben dat er gedoe is in het team. Dat zegt die leidinggevende dan niet, maar dat kan wel. Yeah. Maar in ieder geval ga je eerst gewoon kijken wat er nou werkelijk aan de hand is. Je vraagt ze te vertellen over wat zij meemaken, waar ze tegenaan lopen. Dan komen er heel veel verhalen op tafel. Dan zegt er eentje van, ik voel het niet meer. Dan zegt er eentje, ik ben eigenlijk best tevreden. Dat komt ook voor. Dan zegt een manager, ik ben niet tevreden, we halen onze doelen niet. Dan zegt er iemand anders, ik heb de hele tijd problemen met die collega. Dan begint het een beetje los te komen. Oh, yeah. En dan komt het op tafel. Je hebt heel veel gesprekken technieken voor nodig om dat op tafel te komen, laten komen. Maar je maakt een grapje, je gaat er tussenin zitten. Je bent al van tevoren aan het kijken. Je zegt iets over wat die dame draagt en dan zeg je iets over, ik heb het gevoel dat jij iets daarover te zeggen hebt. Hè? Je daagt een beetje, je prikkelt een beetje. Ja. Dan komt het verhaal op tafel. Ja. En dan kun je daarna, zeg ik ook altijd, co-createn, met elkaar een plan maken voor hoe je dat nou beter krijgt. Ja. Het kan dus iets zijn dat de leidinggevende dus iets doet waar de rest allemaal last van heeft. Mm. We halen onze doelen niet. Kan komen omdat we helemaal niet op één lijn zitten. Omdat hij of zij dat helemaal niet goed aan het team heeft uitgelegd. Mm. Er kunnen ontelbaar veel, het is heel complex, ontelbaar veel problemen zijn. Maar als jij die met gesprekstechnieken en een beetje durf ook gewoon zo op tafel brengt. Precies. Dan kun jij daarna werken aan wat er moet verbeterd worden. Ik zie dat zo voor me. Ik zie dat oprecht zo voor me. En vooral de ruimte die de mens geeft om te vertellen. Maar nu heb ik natuurlijk ook een vraag daarover. Is het ook zo dat mensen dan automatisch naar jou toe komen als het goed gaat? Want wij zijn ongelooflijk geneigd. Je vertelt het natuurlijk wel zo leuk over de voetbal en over sporten. Nou, daar is het al vanaf dag één. Ja, gaan we bij de coach. Ja. Maar en niet als het fout gaat. Nee. Klopt, van tevoren. Iedereen snapt dat het niet zo nodig is. Ja. En toch bij een team is het vaak op het moment dat er iets fout gaat, dat de probleem gefixt moet worden. Dat klopt, ja. Wat kan ervoor zorgen dat mensen beseffen, management, directie, en dat het iets is bij het formuleren van een team, dat je dan al eigenlijk de coach erbij zou moeten halen? Om ervoor te zorgen dat dit gewoon een winning team wordt. Nou, als ik vanuit de directie van de organisatie zelf kijk, zou ik ook niet, eerlijk gezegd, en dat zeg ik ook gewoon tegen bedrijven, ik zou helemaal niet altijd een teamcoach bijhalen. Ik bedoel, een leidinggevende heeft, als het goed is, geleerd hoe die leiderschap mag laten zien. Mm. En kan daar een hele belangrijke rol in spelen. Dus ik vind niet dat je overal teamcoaches nodig hebt. Ik heb een coachingsbureau, maar dat vind ik helemaal niet. Nou, dat vind ik heel eerlijk van je. En ik vind het ook heel absoluut mooi dat je het zegt. Ja, natuurlijk. Niet overal. Vooral, maar als we bijvoorbeeld gaan zeggen, ik wil zelforganiserende teams, zelfsturende teams hebben in de organisatie. Dat is meteen het moment waarop ik denk, zou je daar niet eventjes wat hulp bij halen? Ja. Als er een probleem is omdat het team niet meer sprankelt, het gaat niet de goede kant op, we halen de doelen inderdaad niet, dan zou ik onmiddellijk zeggen, doe even een belletje en laat dat even assessen en bekijken. Ja. En preventief
Wat je sowieso kunt doen, is, vind ik, teams inzicht geven in hoe ze functioneren, hoe ze werken. Dat ook assessen, dat kun je ook tegenwoordig met hele mooie tools doen, hè, met allerlei hulpmiddelen. Dat vindt iedereen altijd heel inspirerend. Dus zelfs al gaat het goed, zou je kunnen zeggen, en dat doen bedrijven en organisaties ook gewoon. Hè. Jaarlijks doen we een keer zo'n teamsessie en dan haal ik er een professional ook bij om daarbij te helpen. Is dat wel voldoende, één keer per jaar? Nee, nee, niet. Dan ben je er dus niet. Maar ik bedoel, ik ben niet een advocate van dat je overal een teamcoach bij moet zetten. Wat je me al hoort zeggen. Mm. Ik vind dat je dat moet doen als het goed gaat. Bijvoorbeeld op bepaalde teamsessies. En dan ook iemand erbij halen, een professional erbij halen. En als er iets aan de hand is, niet zomaar zeggen dat iedereen dat zou moeten doen. Dat gaan ze ook niet doen. Dat gaan ze ook niet geloven. Ga ik ook niet geloven. Nee, ik ook niet geloven. Okay. Dat klinkt. Ik vind het wel heel eerlijk van je. En het klinkt gewoon heel geloofwaardig. Want mensen zijn wel in staat om al een heel eind te komen en iets te realiseren. Natuurlijk, natuurlijk. En als er natuurlijk wel van die hurdles zijn, als er van die struikelblokken zijn, dan begrijp ik ook wel dat je denkt van, hey manager, hoe kunnen we dit oppakken? Ja. Maar als het natuurlijk wel structureel wordt en het wordt een lastig issue en mensen vallen uit en mensen vinden het niet fijn of de manager loopt weg. Dan moet je voor die tijd natuurlijk ingegrepen hebben. Okay. Natuurlijk, natuurlijk. Okay. Ja, okay. Nee, maar precies. Dat is dan goed. Het is natuurlijk wel, overal is er een team. Zeker al in het begin. Sommige gaan goed, maar heel veel gaat niet goed. Wij maakten even tussendoor een grapje en dat was, niemand verlaat ooit een bedrijf, maar die verlaten altijd een manager. Dat klopt, En ik heb het net vorige week precies hetzelfde weer meegemaakt, waar ik weer hetzelfde zin moest zeggen. Niemand verlaat ooit het bedrijf en het bedrijf is fantastisch, zegt zo'n vrouw. En ze zei, mijn manager, die loopt me altijd weg met de credits. Ik kan dit niet meer. Nee, ik hoor je. Ja. Dus wat maakt dat teams floreren? En wat maakt de teams eigenlijk uit elkaar vallen? Wat is de magic? De magic. Het zijn veel, het heeft geen makkelijk antwoord. Het zijn veel verschillende aspecten. Maar leiderschap, ja zeker, ik zeg dat ook. Iemand gaat weg bij een bedrijf. Er is altijd ergens anders een betere baas, zegt Monsterboards. Een van de slogans. Ja, dat is precies eentje die blijft hangen, omdat het klopt. Dus als er een goede leider zit, als je charismatisch bent, als je met je mensen bezig bent, steeds nieuwe dingen denkt, dan blijft iedereen, dan is er ook geen gedoe. Of er is wel een beetje gedoe, maar dan komen we er doorheen. Ja. Dus het zit heel veel bij dat de leider geleerd moet hebben hoe die dat goed moet doen met zijn team. Ja. Dat is leiderschapscoaching en training. Dat is één. Maar dan twee, het team zelf moet natuurlijk ook wat tools krijgen om daar meer inzicht in te hebben hoe ze dat beter kunnen doen. Er zijn gewoon psychologisch, ik zei al, er is veel onderzoek naar gedaan, een aantal fases waar een team doorheen gaat als een team vanaf niets bij elkaar komt. Dat kun je eigenlijk heel mooi duiden. Als je dat ook kunt uitleggen en overdragen aan een team, kun je ze ook helpen door die verschillende fases heen te komen. Het heeft ook met doelenstelling te maken. Ik hou er erg van om op een gegeven moment ook tegen teams te zeggen, hey, wat zijn nou jullie doelen? Als dan iedereen zo naar het plafond gaat zitten staren, dan denk ik, nou ja, daar zit dus het probleem dan. Ja, hè? En hoezo hebben we geen doelen dan? Ja. Want we zitten ook, laten we eerlijk zijn, niet gewoon bij elkaar om het heel gezellig te hebben. We waren ook iets aan het doen in die organisatie. Ja. Iets willen iets bereiken, toch? Ja. En dat kun je vanuit topcoaching, vanuit sport heel goed leren. Als we met z'n allen de gouden medaille willen bereiken, Nederlandse hockeydames, daar is een hele beroemde coach die daar ook een heel mooi boek over geschreven heeft. Dat klopt. Daar heb ik weer met iemand anders erover gesproken, met Chantal Roes, dat was helemaal weg van die hockeycoach. Ja, nou, ik ken hem inderdaad. Is een fantastische vent. Ja. Maar ook, het had ook niet alleen met hem te maken. Het had ook met de hele groep dames te maken. Hè? Dus het hele team zelf heeft daar heel hard aan getrokken. Het lag niet alleen aan de coach. Maar daar bedoel ik mee. We hebben samen een doel en we zetten samen dingen opzij. En ik geef wat en jij geeft wat. Op die manier dat zo werkelijk practicen, uitoefenen ook. En dan zo naar die gouden medaille gaan. Dat is precies zoals zij dat gedaan hebben. En dat hebben ze heel sterk doorgevoerd op alle fronten. Ja. Nou lijkt het mij zo logisch, hè? Dat is natuurlijk wel een hele ideale casus om te gebruiken. Want het is iets praktisch. Je zit op het veld, er zijn heel veel mensen die meekeken, iedereen is coach, hè? 17 miljoen coaches heb je dan. Ja, zeker in Nederland. Maar ja, dan heb je zo'n team binnen het muren van een organisatie. Het team binnen het team. En daar zijn de flashlights niet. Daar zijn geen grote publiek. Maar wel als we dat sexy maken. Want het is toch net zo belangrijk. Hoe kan je dat nou eigenlijk wel sexy maken als manager? Want je zegt eigenlijk, de manager moet leiderschapskwaliteiten bezitten. Ja. Om een team
tot een topprestatie te brengen. Ja. Zeg je ook dat als een team niet tot een topprestatie komt, dat het ligt aan de incapabele manager? Dat het ligt aan de leider. Ik zou dat woord tussen incapabel niet voorzetten. Ligt het dan aan de leider? Zou ik dat zelf ook vinden? Als een team van mij niet haalt wat ik zou willen halen, dan ligt dat aan mij, ja. Zeker. De ownership ligt zeker dan bij de persoon, bij de leider. Ja, maar dat is niet verkeerd. Want als je dat durft te benoemen, dan kun je er tenminste ook iets aan doen. Precies. Want het is toch ook zo? Jij bent toch degene die het team bij elkaar moet houden, die duidelijke doelen moet stellen, die ze moet motiveren, die ze moet inspireren. Dat doet Louis van Gaal. Metafoor van de sport. Ik gebruik die omdat je dan ziet van dit is wat ik bedoel. Ja. Louis doet dat met sporters en wij doen dat op de werkvloer. Ja. Het is precies hetzelfde. Het heeft wel te maken met het charisma en de uitstraling ook van de persoon die daar dan langskomt. Hè? Ja. Louis bereikt iets omdat mensen ook naar hem luisteren. Dus als ik daar als een beetje een vogeltje ga zitten en zeg, ja leider, oké, ik hoor wat je zegt. En nee, ja, dit is heel vervelend, het is allemaal heel lastig en heel moeilijk. Nee, dan gaan we natuurlijk nergens komen. Dat gaat hem niet worden. En toch is Louis een hele bijzondere man. Het is zeker een hele bijzondere man. Dat wil ik graag aannemen. Nou ja, hij is niet jouw gemiddelde manager. Dus, en toch lopen mensen weg met hem. Ja. Hij is heel uniek. Ja, zeker. Hij heeft uitspraken waarvan ik denk, hoe zie je het? Maar toch lopen mensen weg met hem. Dus het heeft niet alleen te maken met de capaciteit. Iemand hoeft niet alleen de hoge opleiding te hebben. Of dat. Het is wel de combinatie van hoe je het inzet. Het is een combinatie hoe je het inzet, maar het heeft zeker heel erg veel met persoonlijke uitstraling en charisma te maken. Ja. Daar heeft leiderschap, het zal jou niet verbazen, ook heel erg veel mee te maken. Ja. Dat je weet waarvoor je staat, maar dat hoeft helemaal niet gekoppeld te zitten aan een hoge opleiding. Nee. Dat kan ook gewoon een hele succesvolle ondernemer zijn die gewoon bedacht heeft, hier sta ik voor en dit ga ik doen. Ja. Dus ja, ik vind als teams niet goed functioneren, dat vind ik absoluut, dat vinden we in het bedrijfsleven onder andere en in organisaties ook, dan moet je kijken naar de leider die daarbij betrokken is. Dat vind ik wel, ja. En dan is het natuurlijk wel, er zijn vaak heel veel managers hè, in een organisatie, of misschien wel 2 of 3, het maakt op zich niet uit, maar deze mensen zou al geëquipeerd moeten worden om te weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Ja, precies. En denk je dat dat zo is? Ik denk dat het niet zo werkt. Ik denk dat het nogmaals pas komt op het moment dat het probleem ontstaat. Dat is echt zo, hè? Want wij worden bevorderd. Hoe dat gaat in een organisatie in Nederland is echt... Goed, ik ben de beste van de groep. En dan vraagt op een gegeven moment iemand mij... Zou jij niet willen gaan leiding geven? En dan denk je dus vanuit strategisch perspectief... Dat is best een gekke vraag. Want je kan de beste ingenieur beter niet de baas van het team maken. Klopt. Dat hoeft helemaal niet hem of haar competenties te zijn. Hij hoeft er ook helemaal niet blij van te worden. Nee. Dat could be a very big mistake zelfs, precies. Hè? Maar dat doen we dus wel degelijk. Ja, dat klopt. En daarna laten we hem verdrinken, want dan hebben we hem benoemd. En dan hebben we hem dus promotie gegeven, hem of haar. Mm-hmm. En dan verwachten we ook dat hij dat kan. Maar we hebben hem helemaal niet de tools gegeven om dat te leren. Nou, dat is dus management coaching en executive coaching. Ja. Want je moet die tools wel krijgen. Precies. Hoe moet je dat anders weten hoe dat werkt? Nee. Weet je niet? Je komt in een nieuwe fase als het ware. Precies. En daar heb je nu hele nieuwe skillsets voor nodig. Ja. En het, heel vaak vinden mensen dat ze dan niet voldoende presteren. Ja. Het wordt een beetje persoonlijk. Ja, en dat is precies. Echt jammer. Wij zouden anders naar moeten kijken van... Hey, nieuw skillset, nieuw level. Ja, precies. Dit is de enige manier waarop ik verder kan presteren. Precies, om te groeien. Ja. Dit is een goede mogelijkheid voor jou. Ja. Ja. En daar mag je juist heel erg goed. Want zo gauw jij self-aware bent en zo gauw jij durft te zeggen... Hey, ik kan hier wat hulp bij gebruiken. Ja. Dat is, dan ga je het dus leren. Dan weet ik al, dan is er leervermogen. Ja. Maar er zijn er genoeg die zeggen, nou ik toch niet. Het ligt aan het team. Ja. Is dat zo? Ligt het aan het team, zeg ik dan? Weg is reflectie. Weg is de mogelijkheid om dingen te leren waar je capabel voor bent. Maar waar je alleen maar open voor hoeft te staan. En het komt naar je toe. Dan komt het naar je toe, ja. Want het is natuurlijk wel wat hier gevraagd wordt. Aan alle kanten hoor ik het, is een growth mindset. Exactly. En de ego, zit zo enorm in de weg. Dan. Ja, zit in de weg. Ja, maar toch ken ik hele sterke mensen die dus absoluut, ook hele succesvolle ondernemers bijvoorbeeld, die zeggen, nee, ik heb hulp nodig. Of al was het alleen maar om te sparren, ik moet gewoon een sparringspartner hebben. Tuurlijk. Ik moet andere inzichten. Nee, die zijn er inmiddels heel erg veel ook, gelukkig. En dat is ook, daar begint het. Maar dan weet je ook dat het bedrijf goed zal draaien. Ja. Dat kan ik gewoon voorspellen. Dat kun je daaraan zien. Ja. Ja. En dat is natuurlijk wel de key. Dus op het moment dat managers openstaan of openstaan voor, maakt niet hoe het aangereikt wordt, dat ze in ieder geval mogen leren. Ja. En open daarover mogen zijn. Ja. En niet dat het een schande is dat je begeleiding krijgt. Helemaal niet. Want ik weet, jaren geleden was het wel zo, Judith. Het was een soort van,
dan heb ik het ik vast praat niet goed er gedaan. Niet over. Ja. Ja, nee, dat is nog dat doen ze zeker. Dat is dus lastig aan deze branche. Mensen die positieve ervaringen hebben, zullen daar moeilijker over praten dan als ik heel enthousiast ben over een restaurant. Dat delen we wel, maar we delen minder snel. Hey, ik heb heel erg veel baat gehad van professionele coaching en training. Mm. En dat komt wel omdat daar een beetje een stigma op rust voor mensen. Mm. Maar de goeie, die hebben dat niet. En waarom zou je het ook hebben? Dat heeft er helemaal niets mee te maken. Je laat juist zien aan je team ook dat je bereid bent om te groeien. Ik heb een voorbeeld van nu een team wat ik begeleid. Mm. En de leider daar zei onmiddellijk van nee, ik wil mijn team laten zien dat ik bereid ben om te groeien. Ik schuif aan, wow. Dus ik doe mee met de groep. Oh, wow. Zeg, oh, natuurlijk, gaaf, graag. Ja. Dat is precies de bedoeling. En dat team reageert er dan ook meteen heel positief op. Mm. Ja, tuurlijk. Nou heb je natuurlijk wel een organisatie. Maar zijn er ook bepaalde momenten, ik kan me voorstellen, want je hebt een hart voor de mens. En het is altijd de mens in een andere situatie. Of het individuele coaching is, of het executive coaching is, of het team coaching is. Maar is dit ook iets waarvan je denkt van, oh heerlijk, hier kan ik van genieten. Of hier kan ik ook van leren. Waar zit eigenlijk wel de groeicomponent als het gaat om coaching? Is het de individuele coaching of is het juist de teamcoaching? Dat mensen kunnen zien dat zij altijd profijt hebben als ze kunnen leren om met elkaar te bewegen. Moet je daartussen kiezen? Ik bedoel, het is het allebei. Nee, je hoeft niet te kiezen, maar ik kan me zo voorstellen. Je impact is natuurlijk enorm, beide kanten. Maar met zo'n team, als je dat team ziet floreren. Ja, nou, dat is denk ik inderdaad heel persoonlijk. Omdat ik natuurlijk hele grote teams heb mogen aansturen, ken ik dat gevoel van dat team en dat floreert heel goed. En dat geeft je inderdaad, het makes your heart sing. Dat is heel prettig. Maar ik vind dat dus, maar dat is wel ik persoonlijk. Ik vind persoonlijk op exact hetzelfde niveau als dat ik iemand voor iemand persoonlijk iets kan betekenen. Ja. Ja. Maar dat ben ik. Dat heeft niet iedereen op diezelfde manier. Nee, maar dat is fantastisch. Het schoot me even te binnen. Waarbij ik dacht van, waar heb je de meeste satisfaction in? Of waar kan je het meeste rendement inhalen om dat bedrijf echt een impuls te geven waarvan zij nog nooit hebben gedacht, dit is de impact wat het jou kan brengen. Nou, kun je je voorstellen als een DGA, een ondernemer bij ons komt en het gaat niet goed met die ondernemer. Ja. Of in ieder geval zoekt hij houvast, zoekt hij hulp en zoekt hij advies. Ja. En hij gaat daarna weg en hij heeft dat houvast, hulp, advies allemaal gekregen. Wat hij dan kan doen met zijn bedrijf. Hè? Ja. Dus het is ook een web wat steeds groter wordt. Ja. Dus als je coaching en training over heel Nederland zo bekijkt, dan heb je overal eigenlijk individuen die je verder kunt helpen, maar die helpen dan weer hele teams of hele organisaties verder. Mm. Dus ik bekijk dat heel strategisch ook. Ik kijk natuurlijk naar het totaal. Ja. Het is hoe je je impact precies definieert. Het is wel zo dat het ontzettend gaaf is als je raad van toezicht, ondernemingsraden, een team hebt en het kwartje valt daarna. Dat geeft een heel prettig gevoel, ja zeker. Ja. Tuurlijk. En je volgt die mensen ook. Ja. Precies. Ja. Aan alle kanten groeien mensen. Ja, en zeker. En mensen groeien natuurlijk niet alleen in de organisatie. Nee. Maar er is ook een persoonlijke groei plaatsgevonden. Nee, het is eigenlijk helemaal persoonlijke groei. Ja. Het staat zelfs vaak nog los van de organisatie, zou ik zeggen. Ja, maar de profijt wat je ook daar hebt. Je hebt de profijt in de organisatie, natuurlijk. En er zeker wel buiten. Ja, en zeker ook buiten. Ja, en niet alleen fijn. Het is alleen zo, het maakt niet uit waar je komt. In de organisatie hebben ze het altijd over teams. Dus ik weet wel zeker dat er heel veel frustratie is rond een team wat je graag wil opzetten of graag wilt hebben, want je wil ergens naartoe bewegen. Ja. En het lukt maar niet. En het lukt niet. En durf je dan te zeggen, hey, ik heb hulp nodig. Ja, en dat is toch ook, eigenlijk is het niet gek om dat dan onmiddellijk te zeggen. Want ik zeg altijd, er zijn zoveel studies naar gedaan. Leiderschap, maar ook teambegeleiding, dat is gewoon een vak. Ja. Dus dat is niet een, dat doen we erbij en we doen het er dus bij. Mm-hmm. Nou, wat ik leuk vind, Louis van Gaal niet, maar we dus wel. Nee, dat begrijp ik. Hij is helemaal in de arena. Dat hij zit daarin. Ook. Ja. Maar wat ik mooi vind aan jouw bedrijf is, omdat je natuurlijk wel zoveel facetten hebt aan coaching, dit staat niet los van de individu. Nee. En als een team goed presteert, is het juist goed dat de manager leiderschap aanvaardt. Of dat hij daarin geschoold wordt. Juist. Dat hij daarin geleid wordt. Juist. Dus je hebt allerlei blokjes in plaats. Ja, precies. Waar je mensen naartoe kan leiden. Ja. En het is niet alleen ik doe dit. En ik denk,
Een enorme valkuil is dat je een individuele coach hebt. Want je hebt altijd de ervaringen nodig en ook de backing nodig, denk ik. Ja, van een groep. Ja? Ja, zeker. Van een groep en andere inzichten. Yes, en meerdere aspecten. Precies. Ja, zeker. Vind ik ook. En dat zeggen klanten ook tegen ons. Ja, maar dat vind ik ontzettend strategisch. En je weet ook waar mensen en groepen tegenaan kunnen lopen. Ja precies. Maar dat vind ik juist een hele mooie als ik daarnaar kijk. Maar ja, ik ben daar helemaal van. Om zo'n scala te pakken. Ja, want het zijn precies. Mensen in verschillende facetten van hun levens. Ja, en die hebben verschillende behoeftes. Teams hebben ook verschillende behoeftes. Dus dan moet je een beetje zoeken wat het beste daar dus ook bij past. Bij die behoeften. Ja, iedere keer. Precies. En als je dat in één hand kunt aanbieden, dan maakt dat natuurlijk voor iedereen, ondernemers, bedrijven, organisaties, veel eenvoudiger. Ja. En ik zou ook zeggen veel beter. Omdat je de kwaliteit veel beter kunt garanderen. Ja, precies. Ja. Wat is volgens jou, en dat wil ik toch wel nog weten, een moment dat je dacht, wauw, dit heeft ervoor gezorgd dat deze team een stap gaan zetten. Een stap wat hun echt grote impact maakt. Dan moet ik nu meteen, ik denk vrij snel, hè, dat zie jij wel. Dan schieten dus allerlei ideeën dan door mijn hoofd. Maar ik moet meteen denken aan iets waarbij een groot probleem was tussen bestuur, ondernemingsraad en raad van toezicht, waar wij bij gevraagd werden. En als je dan het lef hebt om de problemen te bespreken, dus je interviewt heel goed, je luistert heel goed, je kijkt heel goed eerst. Mm-hmm. Hè? Maar daarna, als je het lef hebt om dat in een groepsessie op tafel te brengen en dan te begeleiden. Mm. En we dan dus over die issues gaan praten en dan dus ook oplossingen gaan zoeken. Mm. Dat is er eentje die mij zo te binnen schiet. Dat is heel gaaf. Ja. Dan loop je de deur uit. En dan was het echt heel knap, want dan zeggen ze daarna ook, en dat is ook zo, dat kan eigenlijk bijna alleen maar een buitenstaander doen. Want wij kunnen zo stevig en zo hard dan ook ingrijpen. Ja. En met empathie bedoel ik, hè, maar wel stevig de issues op tafel krijgen. Ja. Dat kun je bijna niet als dat je daar in dat team zit, want dat durf je niet. Nee. En dan krijg je waarschijnlijk ook verstoorde verhoudingen. Ja, precies. De belangen zijn heel anders. Ja. En dat vergeten mensen vaak, want ze denken, de probleem die ik gecreëerd heb, kan ik oplossen. Maar dat geloof ik niet zo. Nee, precies. Je hebt het zelf veroorzaakt. Waarschijnlijk ligt de probleemoplossing misschien niet bij jou. Nee. Maar als we dat maar gewoon scherp krijgen, dat de problemen die je zelf veroorzaakt heel lastig zijn om zelf op te lossen, dan is de toegevoegde waarde van jou, van Different Coaching, van jouw expertise goud. Ja, zeker. Ja. Dus ik dank je. Nou, dank je wel. Ik genoot goed gesprek. Ik hoop dat mensen ook begrijpen dat er een weg is. En dat je gewoon goed moet navigeren. Dat is het woord, hè? Ja, navigate. Ja, fantastisch. Dank je wel. Dank je wel.